Dik 2 jaar werkten Henk en Jeanetta Bos aan deze film. Ze volgden zeker 10 verschillende diersoorten in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en het Hart van Drenthe. En nu is de film eindelijk af. Wij hebben ook echt het gevoel dat we iets doen voor de Drentse natuur. Er zijn zoveel mensen, er kijken echt tienduizenden mensen naar onze films. Dat vinden we leuk. Dat vinden we prachtig. En dat moet ook wel, want het echtpaar was alleen al 3,5 weken kwijt om een scène over vossen te filmen. Maar dan heb je ook wat. En ik heb het meegemaakt dat ik hier stond en dat zo'n vosje eraan kwam lopen helemaal. En dat hij hiervoor ging hier zitten. En hij zag mij ook wel. Maar jonge vossen die zijn nog niet overal bang voor. Dus dan kruip je maar weg achter. Dat kun je op de beelden kun je ook heel duidelijk zien. Hij komt eraan lopen. Dat beeld wat je zag bijvoorbeeld, dat hij zo de camera inkijkt. Ze komen erbij en ze kijken hier zo aan zo. En als het niet gevaarlijk is, nou, dan lopen ze gewoon door. Maar één verkeerde beweging, of ze ruiken je op een bepaalde manier, ja, dan zijn ze weg. En dan is de vraag of ze weer terugkomen. Omdat het echtpaar zo lang bij verschillende vosholen de wacht hield, zagen ze op een dag een gewonde vos. Zie, hij staat toch ook onmiddellijk heel nederig op. Zo van, ik ben gewond, je kunt het ook zien, hij is gewond hier. En dan zit er net een gedeelte in, dat is hier, gaat hij snuffelen. En dan is het net of hij die andere vos gaat troosten. Dat is zo, dat maak je dan mee en je zit daarbij. En dat duurde in feite heel lang. Hij bleef er maar bij, onafscheidelijk, dagenlang. Er waren meer jonge vossen, die twee onafscheidelijk. En ook al zijn Henk en Jeanette al 12,5 jaar bezig met het vastleggen van de Drentse natuur, ze zijn het nog lang niet zat. Zo zouden ze graag nog een film maken over de Drentse A. Dat hebben we eerder gedaan, want er is zoveel veranderd. En er zijn zoveel meer mogelijkheden nu, voor ons in ieder geval, om dat gebied in beeld te brengen zoals we het voor ogen hebben. Dat alleen de uitdaging al zorgt ervoor dat je bijna niet kunt wachten dat je kunt beginnen.